Het is vandaag donderdag die 29 juli 2021. Ik lees een kort gedeelte uit Matteüs 25 vers 34. Het is eindelijk vers 36b. En toe ek nie iets gehad het nie, om aan te trek nie, het jy vir my kleren gegee. Ik lees tot zover. Die oorsake van die onlangse looting en ongelukkigheid en plundering is mis nou velerlei. Ek het verlede Sondag gepreek en onder andere verwijs naar die hele Zuma vonk en die kruidvat, die onderzoeken naar die feit dat hulle die staat bou om verwerp, die opportuniste onder andere wat sommer net toegeslaan het, maar dan ook een groot stroom van kritiek, maar ook van oorzaak is die hele armoede onderliggende ding, hongermense wat net desperaat is om goed in die handen te krijgen. Dis nou nie hongermense wat televisiestelle steel nie, maar die realiteit van armoede en honger in ons land is een groot werkelijkheid. En ek het gedink aan die verhaal, ek jare gelede so word vertel, verskoning het een bedelaar sy hande uitgesteek na een heilige man, een sekere Maarten. Asseblief meneer, dis bitter koud en ek het nie warm kleren om aan te trek nie. Kan u my asseblief help voor ek van die koue sterf, het hy vir Maarten gesê. Maarten het blijkbaar afgekyk na sy eie dik woljas. Ek het nie nog een warm jas nie, maar ek sal aan jou die helfte van hierdie een gee, het hy geantwoord. En blijkbaar die daad by die woord gevloeg. Hoe precies weet ek nou nie, of hy hem nou dier die middel gesny het, ek sal nou nie kan sê nie. Een hele paar dae het blijkbaar verby gegaan, en telkens, wanneer Maarten in die koue gebibber het, het hy gewonder of dit een verstandige ding was, om die helfte van sy warm jas weg te gee. En toe droom hy een nacht, dat hy in die hemel is. Tussen baie gesigte het hy ook vir Jesus gesien. Jesus het 'n halwe jas oor sy skouers gehad. Meester, waar kry jy hierdie jas? Het Maarten nieuwsgierig gevra. Ek het hierdie jas by Maarten gekry. Hy het die helfte van sy winterjas aan my gegee, het Jesus geantwoord. En toe onthou Maarten die bekende woorde van Jesus, wat ek een gedeelte van nou gelees het, Matteüs 25 vers 36 en 40. Ek was sonder kleren en julle het vir my kleren gegee. So ver julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dit maak my soms moedeloos, ek was nou onlangs hier in die Ooskaap, om te sien hoe duisende mense swaar kry, en ons ry verbrei groot gebiede, mense wat sonder kos en klere is, mense wat koud kry in die winter. Dit gryp mense aan die hart, om te sien en te hoor hoe talle werkloos is, ter vergeefs werk soek, en hoe die mense hulle tente opslaan en onder in Durban wil. Soms is daar hele gesinne wat saans sonder kos of honger gaan slaap. Daar word gesê dat die huidige nood selfs nog groter is as in die depressietyd, en ons weet hoe dit toegeneem het, en die regering het nou weer onlangs hierdie R350 lyk my ingestel om mense te help in nood. Onthou Dr. Ander Ontendroepert gesê, hoe kan ek rustig slaap as my buurman honger moet gaan slaap? Hoe ons dit gaan oplos, weet ek soos nie. Ons kerk as instituut, as gemeente, is 40 vrouwens wat sop bijvoorbeeld net kook, nou dat hulle nie by die kerk by mekaar kan kom, en mense wat dit by die huis doen. Ons kan as instituut, as gemeente kan ons op plekke help, kan ons betrokke wees, en daar is vele plekke, jy kan vir ons welkom om te skakel, om in te skakel, maar ons kan net soveel moontlik as instituut, as gemeente doen met gemeentelede se geld. Ons sê vir jou dankie, dat jy daar op 'n manier bydra. Maar op een of ander manier is elke een van ons gekoppel of betrokke of bewus van iemand wat minder bevoorreg is, wat swaar kry, wat baie minder het as jy.
Misschien sukkel je met je geld uit te komen. Dan kan je een stukje afknijp om te zeggen: hier is dit en die is mijn betrokkenheid bij de gemeente. En dan komen ze als die instituut zo help. Maar baie van ons, die meeste van ons, is eigenlijk op een of andere manier dat je iemand te doen met wat minder het is jy het, wat sukkel om elke maand te oorleef. Maarten heeft de helft van zijn eigen warm jas voor arme medemens gegee. En ons, dit zal vreselijk wees om een dag van Jezus te hoor. Ik was honger en jy het mij niet iets gegeven om te eten. Nie. Ik was zonder kleren en jy het mij niet kleren gegeven. Nie. Kom eens bid saam. Heere, geef ons die genade en die inzicht om te weten waar ons met ons oophande moet leven. Elkeen in ons eie omstandighede. Amen.